Dit is Roos Marijn live op het Amsterdam Dance Event. En daar is hij hoor, de Amsterdam Dance Event eindbaas Richard Selma. Ook wel in de wandelgangen de Prins Carnaval van de Dance genoemd. Omdat hij de baas is over 300 events die 2000 DJ's hebben staan in 80 locaties. En dus moet hij dan de hele dag van deur tot deur hem overal zijn gezichten laten zien. Amsterdam is dit weekend het podium voor een 24/7 dans- en netwerkmarathon. En Richard is daarvoor verantwoordelijk. Richard, goedenavond. Ja, goedenavond. Het is vrijdag, dag 3 van ADE. Doen jullie aan tussentijdse evaluaties eigenlijk? Nou, we doen eigenlijk niet eens een eindevaluatie. Nee? Nee, dat vindt mijn team heel slecht. Maar... Oh, ik wou net vragen van, gaat alles goed of zijn er pijnpunten? Ja, volgens mij gaat het supergoed. Er zijn altijd pijnpunten. Bijvoorbeeld sprekers die uitvallen of... Ja, dat soort dingen. Maar volgens mij gaat het helemaal goed. Oké. Je vertelde net dat je vandaag op pad hebt gemogen met minister Kamp. Het is de eerste keer dat er een minister verschijnt op het Amsterdam Dance Event. Hoe was dat? Ja, dat is best goed dat we als sector erkenning krijgen voor dancemuziek. Dus vandaar dat de minister langskwam. Wij proberen één keer per jaar deze sector positief in de media te krijgen, maar ook richting politiek. En daar horen ministers en kamerleden bij. En het is wel hard werken hoor, moet ik zeggen. Hoezo dan? Ja, je moet veel uitleggen. Ja? Dus je moet eigenlijk een beetje in Jippie Janneke taal uitleggen wat deze scene inhoudt. Maar wat kan die man doen verder dan? Ik denk ook kijken wat deze sector betekent. De Nederlandse dance scene is natuurlijk succesvol. Heeft een grote economische waarde ook. Er gaat iets van 600 miljoen euro om in deze scene. En dat vindt de minister van Economische Zaken wel interessant. Ja, en krijg je dan ook iets van verhalen van wat je er volgend jaar mee kunt qua budgetten? Nee, dat niet. Nee? Maar het was wel interessant, want ook iemand als Martin Garrix was uitgenodigd om iets te vertellen. En Duncan Stutterheim vertelde dingen over deze scene. Dus we hebben wel dik goed beeld kunnen geven van de stand van zaken. En hoe heb je de indruk dat de minister naar huis is gegaan? Met wat voor een idee? Nou, ik zag hem een beetje huppelend naar huis gaan. Oké dan. Hey, het valt me op dat tot nu toe buitenlanders, conferentiebezoekers die hier zijn, dit Amsterdam Dance Event, massaal bij de grote Amsterdam Dance Event zijn. De EDM Event, zal ik ze maar even noemen. En dat de local DJ's in de kleine zaaltjes vooral veel Nederlands partyvolk hebben. Merk jij dat ook of ligt het aan mij? Nou, dat is wel iets wat ik ga bekijken de komende dagen. De kracht van die grote festivals, of onderdelen binnen ADE, zoals AMF en de grote podia, die trekken relatief veel toeristen ook aan. Want daar staan de grote DJ's ook. Zoals David Guetta, Martin Garrix, Hardwell. En ja, die hebben enorm veel followers, ook op Facebook en Twitter. Dus er komen ook veel buitenlanders op aan. Dus hoe ga je dan de komende dagen bekijken of je ze ook naar de kleintjes kan krijgen? Gewoon vragen. Lief vragen. Ja, lief aankijken en vragen. Amsterdam Dance Event is een intercity geworden eigenlijk, waar iedereen graag op mee wil rijden. Want als ik van hier naar het Leidseplein loop, is het gezellig sowieso. Maar ik word ook 16 keer aangesproken door allerhande promotiemensen die iets willen. Al heel veel reclames en zo. Dat zag je op South by Southwest ook een beetje. Daar proberen ze nu zeg maar, te voorkomen dat artiesten moeten optreden in een levende snoepautomaat. Hoe kijk jij er tegenaan voor deze Amsterdam Dance Event? Nou, dat vind ik een interessante casus. Dit jaar was ik voor het eerst zelf op South by Southwest. En ik, ja, de dingen, de ontwikkelingen die zij meemaken, die zijn denk ik wel relevant voor de toekomst van ADE. Je ziet mensen optreden op de gekste plekken. Nou, een snoepautomaat weet ik niet, maar ja. Op zich wel een idee. Denk het ik. Was een heel groot podium omgeven met zo'n automaat waar je dan op A1 moet drukken en dan komt de chips eruit vallen. Maar ja. In dit geval dus een artiest. Nou ja, zover zijn is het niet op ADE. Ik denk dat je heel veel intieme plekken kan vinden. Binnen ADE, er doen 85 locaties mee. Maar ze gaan wel met je locaties op de lopen, hè? Bij ieder event wordt gesponsord, zeg maar, wat dat betreft. Ja, maar dat vinden wij niet verkeerd, hoor. Nee? Nee, want dat maakt mogelijk dat zoveel bijzondere artiesten op ADE staan, die anders nooit hier konden staan. Er staan 2200 DJ's op te treden, van wereldniveau. Heel veel staan ook voor minder geld op te treden dan normaal. Maar het moet wel mogelijk gemaakt worden dat ze hier allemaal naartoe komen. En ook nog allemaal tegelijk. En, dus wij vinden het heel fijn dat er ook door merken geïnvesteerd wordt om dit mogelijk te maken. Ik denk dat zo'n beetje iedere locatie wat betreft evenementen of zalen nu wel in gebruik is voor het Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Waar zit de groei volgens jou voor volgend jaar?
Nou, volgend jaar bestaat ARE 20 jaar. Ja, dat wordt best lang. Dan moet je wat, hè? Dan moet je, hè? Ja, wat moet ik dan? Ja. Dat weet ik ook niet. Nee, maar het lijkt me aardig om te kijken of we iets in de openbare ruimte kunnen doen. Dus Museumplein, Leidseplein, Rembrandtplein of op de Dam. Of ik vind dat we dat wel moeten gaan doen eigenlijk. Oh jee, dat wordt dan echt bellen met bijvoorbeeld Deadmau5 of Calvin Harris weer of zo dan, hè? Voor Museumplein. Nou, dat hoeven niet direct de grootste, meer IDM-artiesten te zijn. Dat kan ook een Richie Horton zijn of uit die hoek. Dus kijk, wij willen het zo breed mogelijk laten zien wat deze muziekstroming in zich heeft. Dus dat komt wel goed. Ben benieuwd. Volgend jaar Amsterdam Dance Event dus hopelijk dan een openbare ruimtes voor wat betreft de groei. Maar voor nu, wat staat er bovenaan je lijst als je nog de kans krijgt om iets te zien wat je zelf leuk vindt? Nou, ik ga vooral heel veel locaties weer bekijken. Ik ben nu hier in de buurt van het Leidseplein. Overal staan rijden. Ik ga even binnenkijken, ook bij onze vriend Dave Clark zometeen. Ja, en ik ga het gewoon goed bekijken. Oké, Richard Selma, dankjewel hè. De Amsterdam Dance Event eindbaas heeft ook nog een uitgebreid interview gegeven op de site van 3 voor 12. 3 voor 12.vpro.nl.